Hallo mensen, wat leuk dat jullie vandaag kijken naar deze stream. We hebben een vol programma vandaag in de zin van dat we jullie heel veel te vertellen hebben. En voor de mensen die uh, het gemist hebben: de challenge is eigenlijk een, uh, een soort tradingstrijd die aangegaan wordt tussen mijn vader en tussen Kevan, waarin zij allebei uh, met hetzelfde startbedrag beginnen en vervolgens een jaar lang of totdat het einddoel is bereikt... tegen elkaar gaan treden. Dit doen ze uh, allebei met dezelfde strategie. Namelijk de CryptoCoiners Swing Treden Strategie. Dit is een compleet nieuwe strategie binnen CryptoCoiners. Uh, dus ze gaan allebei met dezelfde strategie treden. En natuurlijk... Uh, zullen we veel aandacht besteden aan het uitleggen van deze strategie. Hoe we dat doen, dat, uh, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar in ieder geval dat jullie, alle 300 plus mensen die kijken, uh, ook een beeld hebben, een goed beeld hebben van hoe deze cryptocurrency strategie nou werkt. En dat is eigenlijk in het kort waar de challenge uh, uh, in een notendop draait. Dat we laten, zoveel mogelijk willen laten zien hoe je in... In deze tijden kan treden op een verantwoorde manier. Uh, hoe je kan werken aan je skills. Uh, door middel van een nieuwe strategie. En natuurlijk hangt daar nog een wedstrijdaspect aan vast. Waar we het ook super, super veel zin in hebben om te zien hoe dat gaat lopen. Maar naast het wedstrijdaspect is het allerbelangrijkste dat we uh, de focus gewoon kunnen houden op het leren van treden. Uh, en dat we zoveel mogelijk kunnen leren met elkaar. Dat geldt dus niet alleen voor de mensen die nu kijken. Maar ook daadwerkelijk voor onder andere mijn vader. Die ook een heleboel in een korte tijd. Moest bijleren uh, over een nieuwe strategie. We beginnen deze maand nog niet met um, de officiële strijd. We hebben deze maand, eigenlijk de maand oktober, bestempeld als de warm-up fase. Dat betekent dat de focus uh, extra ligt op het leren, op het oefenen en op het kennis verzamelen over de strategie. Zowel van cryptocoiners naar jullie toe, zodat de leden en iedereen die nu kijkt, we kunnen meenemen in uh, de leercurve van het uh, Oefenen en het, het, het leren over deze strategie. De challenge is dus wel begonnen in de zin van dat we volop bezig zijn met het maken van content. Uh, zowel over de strategie als over het voorbereidingsproces. En er zijn een paar plekken waarop je heel duidelijk direct uh, deze content tegen kan komen. En ook waar je beide heren, dus Hoef en Kay van allebei, de komende tijd. En dan bedoel ik niet alleen de komende maand, maar echt de komende tijd. En dat is een lange adem. De komende, het komende jaar gaan we vanuit. Uh, op kunt volgen. Het allereerste, eigenlijk de centrale plek waar je alle informatie over de challenge kan vinden, is op www.cryptocoiners.nl. Challenge. Daar zie je een aantal dingen. Onder andere zie je daar linkjes naar uh, bepaalde Telegram chats en kanalen. We hebben namelijk de uh, CryptoCoiners Challenge chat op Telegram. Die bestaat al. Volgens mij zijn er al meer dan 500 mensen lid van. Super. Um, maar daarnaast zouden we ook graag een omgeving bieden voor zowel Rolf als voor Kevan... waar zij hun eigen proces kunnen delen en waar zij hun eigen trades kunnen delen. Dus daarom hebben we twee aparte kanalen aangemaakt naast de reguliere CryptoCoiners Challenge chat. Uh, eentje voor Rolf en eentje voor Kevin. Uh, op de pagina CryptoCoiners.nl slash challenge vind je de link naar beide kanalen. Je kunt zelf kiezen of je, allebei van deze, uh, of je ze allebei wil volgen of dat je er eentje wil volgen. Uh, maar van deze kanalen, daar kun je lid van worden. En daar uh, is dus echt de plek waar je op de hoogte wordt gehouden van uh, het individuele proces. En daar delen we, zoals ik net al zei, screen of daar delen Rolf en Kevin delen daar screenshots van hun trades. Ze delen daar um, uh, middels berichtjes waar ze tegen lopen, maar ook aankondigingen als er bijvoorbeeld livestreams zijn die gegeven worden, of et cetera. Dus daar word je op de hoogte gehouden. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de challenge chat op Telegram, uh, wat echt een chatfunctie heeft, dus waar mensen kunnen chatten. Um, de, tot nu toe zijn daar ook screenshots van trades geplaatst, maar dat is uh, vanaf nu iets anders. Als je namelijk op een gegeven moment zelf ook met deze strategie aan de slag gaat en sommige mensen waren al een beetje bezig of aan een paper traden of via backtesten om zelf met deze strategie een beetje te oefenen. Um, en je deelt daar een screenshot van, dan gaat dat vanaf nu gewoon via de reguliere Cryptocoiners Live Trades Chat op Telegram. Of eventueel in live sessies op Discord, waar er ook ruimte voor is. Om met deze strategie aan de slag te gaan. En zo houden we de Cryptocurrency Challenge Chat alleen om uh, over discussies over de challenge, om te reageren op de content, uh, maar ook voor ons om jullie op de hoogte te kunnen houden wanneer er nieuwe uh, livestreams of podcasts of video's of uh, events gepland staan. dat is een beetje de indeling. Je hebt de algemene website of de websitepagina, de twee kanalen, voor, eentje voor Kevin, eentje voor mijn vader. Um, en daarnaast. Hebben we ook een optie om je aan te melden uh, op de www.cryptocoins.nl/challenge pagina voor de speciale uh, challenge nieuwsbrief? En dit werkt een beetje voor de mensen die ons al wat langer volgen, op dezelfde manier zoals, je, zoals jullie gewend zijn met de priority passes. Je schrijft je in en vervolgens word je eigenlijk wekelijks. Op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Maar de reden dat dit cool is, en ik je ook echt zou aanraden om je hiervoor aan te melden, is omdat er, dat er nog meer gepland staat um, aan te komen dan dat we nu tot nu toe verklappen. En als jij je aanmeldt voor uh, deze aparte challenge nieuwsbrieven, ga je niet spammen. Je krijgt geen. Uh, dingen waar je niet om hebt gevraagd. Uh, alleen updates en informatie over de uh, challenge. Maar dan op deze manier kan jij er als eerste bij zijn als we speciale en exclusieve uh, events of dergelijke gaan organiseren. Uh, en dan 6 november is een datum die je absoluut alvast in je agenda wil noteren. Want 6 november, dan is het moment aangebroken dat Kevan en mijn vader de strijd officieel aangaan. En dus ook echt beginnen met het startbedrag, wat we zo meteen gaan verklappen. Uh, en dan is het officiële treden begonnen. Uh, de 6 november, dan uh, zien jullie ons wederom op dezelfde manier uh, in een livestream. En dan uh, blikken we even terug op de afgelopen maand. Dan horen we heel graag van jullie uh, hoe jullie... Is gegaan met uh, het oefenen met de cryptocoinische uh, swing strategie En dan is het tijd voor de real-deal. Er zijn een paar manieren hoe wij de inhoud van deze strategie met jullie gaan delen. Als eerste, en dat hebben we uh, al een paar keer verteld, komt er natuurlijk een uitgebreide gratis video. Dit is een uitgebreide video opgenomen door Rolf en Kevan samen. Ze waren daadwerkelijk fysiek in één ruimte. En hebben, uh, lopen daar stapsgewijs met je door de strategie heen en leggen je een heleboel uit. Uh, dat je in ieder geval een goed beeld hebt van wat de strategie nou precies inhoudt. Naast deze gratis video komen er ook genoeg livestreams. Deze zijn tot nu toe al zo gehouden tijdens de clubhouse sessies of tijdens de silent trading sessies, maar um, deze uh, livestreams gaan we alleen maar doorzetten. Dus de combinatie van de gratis video en de uh, livestreams, waarin we daadwerkelijk laten zien hoe de strategie uitgevoerd kan worden. Uh, die combinatie moet je in ieder geval een heel goed beeld geven van hoe deze strategie te gebruiken is. Zoals we ook al hebben gezegd, aangezien het een behoorlijk uitgebreide strategie is. Het is voor ons een hele logische stap geweest om daar ook een cursus voor te maken, een uitgebreide cursus, omdat er simpelweg te veel te vertellen valt over deze strategie, van kleine details tot aan handigheidjes, uh, waardoor er halverwege oktober jullie ook een uitgebreide cursus kunnen verwachten waarin je van A tot Z een stappenplan, en uitgelegd, uitgelegde strategie krijgt. Dus voor ieder is er eigenlijk wat. Als je liever geen geld wil uitgeven uh, aan uh, dergelijke betaalde producten, dan is de gratis video in combinatie met de livestreams een uh, goede combi voor jou. En halverwege oktober uh, komt er dus ook een cursus online. Mensen, ik wil jullie niet langer in spanning houden. Tijd om te vertellen wat het startbedrag gaat zijn. Van uh, waar de challenge uh, officieel mee gaat beginnen op 6 november. Pap, zou jij kunnen verklappen wat het bedrag gaat zijn waar jullie mee beginnen en waar jullie naartoe gaan treden? Ja, we wilden eerst met 10 euro beginnen. <laughs> mm -hmm. Maar we hebben dat toch maar een beetje opgehoogd. Het startbedrag waar zowel Kevin als ik mee beginnen, dus beide beginnen we met hetzelfde bedrag, is 10.000 dollar. Dus er wordt voor 10.000 dollar aan waarschijnlijk USTT uh, door ons beiden apart van elkaar, geplaatst op um, uh, het, het handelsplatform waar we op gaan handelen. En dat wordt met ongeveer 100% waarschijnlijkheid wordt dat Bybit. En ons doel is uh, nog een paar nullen erbij. 1 miljoen dollar. Dat is ons, uh, ons uh, doel, beide. Dus als we het allebei tegelijk halen, alleen maar mooi. Als uh, ik iets, iets eerder herhaal dan ken je van wat de verwachting is, dan uh, nog veel mooier natuurlijk. Maar, dus we beginnen met 10.000 uh, dollar en we stoppen bij als één van ons beide. 1 miljoen dollar heeft bereikt. Ons idee is om een groot deel van de opbrengst, een groot percentage daarvan, naar het goede doel, uh, aan het goede doel te doneren. De winnaar van de challenge wordt bepaald door uh, wie als eerst uh, 1 miljoen euro of 1 miljoen dollar aantikt. De winnaar mag bepalen uh, naar welk doel. Dat betekent wel dat uh, de verliezer ook dezelfde percentage van hetgeen wat, wat hij opgebouwd heeft, ook doneert aan hetzelfde doel. Dus gewoon een bepaald percentage van alles wat we allebei hebben, uh, gaat naar het goede doel toe.